Welkom in De Rijp, op het Schermereiland. Hier in dit gebied tussen land en water vind je groen, rust en ruimte. En eeuwenoude dorpen in een gastvrije en prachtige omgeving. Dit is het land en het geboortedorp van Jan Adriaanszoon, bijgenaamd Leegwater, molenmaker en waterbouwkundige uit de Gouden Eeuw. Aan het begin van de Gouden Eeuw was het Schermereiland nog echt een eiland, tussen de grote meren Schermer en Beemster. Totdat de poldermolens van Leegwater het water wegmaalden en de meren veranderden in groen, vruchtbaar polderland. De Schermer onderscheidde zich van de andere grote Noord-Hollandse polders, omdat deze werd drooggemalen in het concept van viertrapsbemaling. 14 molens zorgden ervoor dat het diepe Schermmeer stapsgewijs werd drooggemalen. Dankzij het werk van Leegwater en vele anderen kreeg Holland er zo'n 20.000 hectare land bij. Het vruchtbare land dat hier ontstond heeft ervoor gezorgd dat boeren en agrarische bedrijven zich in land van Leegwater hebben gevestigd. In dit prachtige polderland, soms enkele meters onder zeeniveau, grazen nu de koeien. Noord-Hollandse melk is bij uitstek geschikt om kaas mee te maken. De frisse en zilte zeewind voert zuivere lucht naar Noord-Holland en de lichte zeeklei zorgt voor vruchtbaar groen weideland. Aan deze kaas hoeft men minder zout toe te voegen. De streek is wereldberoemd om haar kaas. Al honderden jaren wordt op een steenworp afstand van De Rijp op het Waagplein in Alkmaar de traditionele kaasmarkt gehouden. Ook in De Rijp zelf vind je deze kaashistorie terug. Hier in De Waag is ruim 400 jaar lang kaas en boter gewogen. Maar ook de groente vanuit het omringende tuindersgebied de Eilandspolder vond hier doorgang. Op de grote weegschaal zette Leegwater misschien wel eigenhandig zijn initialen. Want hij heeft in 1630 het bestek en de tekeningen van De Waag en dit schitterende raadhuis gemaakt. Een hoogtepunt van Hollandse renaissance bouwkunst. Weinig dorpen op het platteland konden zich zo'n raadhuis permitteren. Maar De Rijp was rijk en welvarend. De oude bewoners van De Rijp waren geen boeren, maar zeevaarders. Zij verdienden hun geld met de vangst van haring op de Noordzee, de jacht op walvissen op de Noordelijke IJszee en dreven handel met de Oostzeelanden. Een van de bekendste zeevaarders uit De Rijp is Jan Janszoon Weltevree. Hij was de eerste Nederlander die Korea bezocht en daar gevangen is gehouden. Werd daar adviseur van de koning. Hij trouwde een Koreaanse vrouw, kreeg 2 kinderen en keerde nooit meer terug naar Nederland. De zeevaart zorgde voor welvaart. De pakhuizen en zolders van De Rijpener zeevaarders waren tot de nok gevuld met koopwaar uit alle windstreken. De reders en kapiteins van die schepen waren rijke en voorname burgers. Als je in De Rijp omhoog kijkt, zie je dat het een dorp van makelaars is. Een makelaar is in dit deel van Noord-Holland de naam van de houten spits in de nok van de daken. Elk huis heeft zijn eigen versiering. Soms zie je aan de makelaar het beroep van de bewoner. Tot in de 17e eeuw werden de huizen hier helemaal van hout gebouwd. Stenen huizen waren niet alleen veel duurder, maar ook te zwaar voor de zachte veenbodem. Maar meer dan eens ging het mis. Bij verwoestende branden ging een paar keer het halve dorp in vlam op. Daarom moeten de muren van de huizen sinds eind 17e eeuw tot driekwart hoogte van steen zijn gemetseld. Ook de grote kerk moest eraan geloven, maar werd in oude glorie weer opgebouwd. De grote kerk is beroemd vanwege haar prachtige gebrandschilderde ramen. De Rijp koestert haar rijke geschiedenis. Hier in de met zorg gerestaureerde buurtjes tegenover de kerk woonden vroeger de minder bedeelde dorpsbewoners. Nu een oase van rust, waar de traditie in ere wordt gehouden. Deze rijke geschiedenis van De Rijp vind je terug in het museum in het Houten Huis. Maar De Rijp is ook een levend dorp, waar iedereen kan meedoen aan feesten en culturele evenementen. En waar de koning en koningin op bezoek kwamen. En waar je nergens ver bent van het water. Iedereen kan er op zijn eigen manier van genieten. Rustig aan de wal, fietsen en wandelen door de prachtige natuur. Of varen door de bijzondere natuur van de Eilandspolder. Met dank aan de Wetlands, het waterrijke ecosysteem van de Eilandspolder, vind je hier tal van vogels en prachtige flora. Prachtig in alle jaargetijden. Op loop- en fietsafstand van De Rijp vind je de andere dorpen van het Schermereiland. Graft, met zijn monumentale oude raadhuis van rode baksteen. De prachtige zerkenvloer uit de Gouden Eeuw.
en het kleinste snoepwinkeltje van Nederland. Het landelijke Noordeinde. Statige boerderijen. En verscholen tussen het groen de oude dorpsgezinde vermaning. Aan de horizon het kerktorentje van Westgrafdijk. Vlak naast de verkeersweg ligt een dromerig sluisje, nog net als eeuwen geleden. Oostgrafdijk. Dit landarbeidershuisje uit 1877 is nog helemaal in hout gebouwd. Langs de dijk kom je bij Spijkerboor en het pontje naar de Starnmeer. Alweer een oud water dat onder leiding van leegwater werd drooggemalen. Nu is het een groene polder. Aan de westrand ligt Markebinnen. Zin gekregen om de Rijp te bezoeken? In de dorpen van het Schermereiland vind je een gastvrij onthaal.